Jongens, mijn naam is Sven. En mijn naam is Koen. En vandaag is het tijd om siervuurwerk van de Poolse markt te testen. Maar nu eerst wachten tot de zon onder is. Nu we aan het wachten zijn tot de zon onder is, zijn wij aan het genieten van dit prachtige zonsondergang. Het is een prachtig uitzicht hier. Maar wij moeten wachten tot het donker is. En we moeten jullie nog meenemen naar de markt om de cake te kopen. En dat gaan we meteen nu doen. Ja, we gaan nu eventjes naar de Poolse markt. Ja. Eventjes de cakes kopen en dan wachten tot het donker is. En dan lekker afsteken hier in Polen. Met de mooie pyro-aanstekers. Yes. Voordat we weggaan en vuurwerk gaan halen, gaan we even tanken. Tanken, ja. Misschien wel leuk om te weten. De vuurwerkwinkel zit naast het tankstation. Ja. Dus dat is super chill. Ja, dat is echt top. Is weer betaald, 40 euro's, tijd om te gaan. We zijn bij de shop. We staan in de shop, maar ze hebben niet alles hier qua sier wat wij willen. Zoals de dumbum waar we nog uitleg over willen geven, want dat is gewoon een hele andere cake geworden. Hier hebben ze niet echt veel sier, dus we moeten ergens eigenlijk anders heen en dat is dicht. Ja, die andere winkel. Dus dat is wel jammer. Deze is dus zeg maar, je moet even zo zien, dit is Vierkolf. Ja. En daarnaast hebben ze nog een winkel. Ja. En dat is echt een hele clean, schone, mooie winkel. En dat is echt een schone winkel met heel veel siervuurwerk, minder knal. Maar ja, nu willen we jouw siervuurwerk afsteken. Maar ja, dat hebben ze hier niet echt. We gaan even kijken of we misschien tot morgen moeten wachten. Of anders misschien even vragen of ze hem open kunnen maken. Precies, inderdaad. Oké, jongens. Zoals jullie zien, het begint al aardig donker te worden. Maar het is geregeld dat eventjes een andere shop open kan. Want we zeiden dat we best wel veel willen kopen. En voor hun is iedere 100 euro mooi meegenomen. Dus gaan we naar een andere winkel. Hebben we nog nooit gefilmd. Beetje donker. Oké, jongens, besef dat ze in de avond nu deze winkel open hebben gegooid. Ze hebben hem voor ons opengemaakt omdat wij op zoek zijn naar mooie siercakes. Ja. Nou, dit is een prachtig winkeltje en die zeker gaan we lekker uitzoeken. Maar ja, we gaan nu voor het siervuurwerk, hè? Dus zeg maar dit soort blokken. En we zijn inderdaad op zoek naar de dumbum. Oké, we zijn wat cakes aan het uitzoeken. We hebben net even wat advies gehad van wat zijn mooie cakes. Ja, inderdaad. Die wild zijn wel echt mooi. 75 euro. 75, heel nice. Ja, die willen we wel, hè? Ja, en die Magic? 55 seconden duurt die. We zijn echt enorm aan het twijfelen, omdat er heel erg veel geld gaat. Dat is ook echt gewoon al 9 uur. Ja, we hebben hier ook deze willen we. Die is 140 euro, die doen we. De Magic? We doen deze, die is bijna 100 euro. En we hebben single shots. We hebben deze weggedaan en we gaan voor de single shots. Ja. En dit zijn niet zomaar single shots, dit zijn die single shots die je daar zo ziet. En dat zijn echt wel flinke jongens. Ja, en dit is ook nog de premium line van Funke. Dus die gaan we gewoon testen. Ja, die is 32 euro. Funke, ja, die heeft gewoon heel mooi siervuurwerk. Ja, je kan lullen wat je wil, maar kijk. Ik vind dit er wel jammer uitzien. Dit is een flinke. Het ziet gewoon als een A4 papiertje, weet je wel. Ja, het gewoon ziet er heel spectaculair uit. Rechtstreeks uit de printer. Maar het effect moet prachtig zijn. En daar gaat het om. Ja, het gaat uiteindelijk om het effect en niet om het product zelf. Nee, die gaan maar we testen. Het zijn wel flinke single shots, kan ik je vertellen. Dus die gaan we dan ook maar eventjes testen. En we nemen ook nog een paar pakjes mee. Een paar pakjes nitraatjes. Die willen we even testen. Ja, we willen nog wel een paar nitraten. Hij zegt dat deze wel echt lekker knallen. Dus daar gaan we ook gelijk voor. Maar dat is weer voor een andere video. Dat gaan jullie weer binnenkort zien. Nu reken ik deze eventjes af. En ik ben benieuwd wat de schade wordt. Ja, dit wordt een uur, jongen. Ja, dat wordt een uur, echt. Ik heb net uitgerekend. Ja. Komt ie. 443 euro. Zo. Ja. Bijna inclusief de raketten. Ja, inclusief de raketten. De raketten, vuurpijlen, noemen wij dat in Nederland. Ja, maar er staat wel rocket, hij noemt het raket. Ja, sick. Ja, sick. Nou, dat wordt even pinnen. Dat wordt even pinnen, dus we moeten even geld halen, want we hebben niet zoveel geld op zak. Nee. 434 euro, dat is hoop geld. Is een voor hele één videootje. Dure grap. Abonneer. Abonneer eventjes. En volg ons even op vlogkanaal Sven en Koen Vlogs. En vergeet natuurlijk even niet de prachtige pyro-aansteker te kopen. De pyro-aansteker. Prachtig uit, als je hem zo ziet. Prachtig ding toch? Drie klassen. Stook lekker. Getest in Polen. Noem het maar op. In de tussentijd hebben wij een groot deel van het vuurwerk op onze hotelkamer gelegd. En het andere deel gaan we nu afsteken. Ja, daar gaan we mee beginnen. Ja. De pijlen. Nou, sick. Old school, we gaan beginnen. Wat een ding. Big Rocket Mix. Ik ben heel benieuwd van Classic. Ik ben heel benieuwd naar het effect. Het is gewoon een stokje, bouw je huis mee. Wat een ding. Pijlen standaard. Ja, dit zijn echt rockets, dit. Ja, dit is ongekend. Dit zijn gewoon twee handen, hè, zo. Die kop. Ja, het is echt super sick. Ja toch, geen boom in de weg, dit gaat goed. Ik denk het wel. Ja. Gas. Ready? Ready. Hele dikke pijl.
Wat een pijl. Ready? Ready. Nummer 2, ook een kleine. Ja toch? Ja, denk het wel. Wat een ding. Dat geluid. Ready? Dat geluid. De grote? Fik erin, de grote. Zijn die echt groter? Ik kan bijna wat voorstellen. Wat een geluid. Ze zijn duur, maar wel heel mooi. Qua effect zie ik niet heel groot verschil. Ready. Spannend, want er reed een auto. Er reed een auto, we hebben nog één pijl. We hebben nog één pijl. Holy, even wachten dat die auto ver weg is. Ik laat hem wel vast in. Ja, oké, fik erin. De laatste, een grote. Funken! Funken. Nou, ik ben heel erg benieuwd daarna. Doe toch maar één schot. Zo. Zo, nog steeds. Zo. Echt niet normaal. Ja. Next. Houdt of niet? Nee. Effect op de grond. Ziek groot. Zo! Dit zijn de grootste tunnekings die ik ooit van mijn leven heb gezien. 50 mm. Niet normaal. Nou. Op de helft. Volgende. Kijk dan. Deze zijn echt wel ons geld waard. Wat een kokers. Lekker laag. Je krijgt ze niet eens helemaal beeld. Nee joh, ze gaan nog steeds hier. Kijk dan, in de boom. Boven ons, hier valt gewoon een vonk. Hoppa, gelukkig niet. En uit. Gelukkig niet in deze prachtige cake. En een dikke waaier. Het heeft net geregend, dus dat is mooi. Cake hier bijna, 100 euro. Nee. Dikke waaier. 54. Oh ja, 54 euro. Waar wil hem doen? Nou. Run Forest! Achteruit. Ja. Als hij omvalt kunnen beschouwen. Komt u. Schitterend. Oh. 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 Nou, snap de prijs. Ja. Kijk dan. Nice. Rainbow! Nou, tijd voor de volgende knallers, maar voor ons een dagje later. Er komt in één keer een politieauto achter ons aan. Kijk. Ik weet niet waarom. En hij ging eerst naar links. Ja. En nu in één keer komt hij eraan. Oh, ja, stop politie. Hier? Ja, maar daar ja. Ja. Wat is dit? Okay. Oh, wat is dit? Stop nou politie. Nou, wat nou zeg maar. Ja. Uitstappen? Ja, ik heb geen idee. Zullen we uitstappen? Ja. Hallo. Oh, oké. Okay. In de auto. Hallo. Hallo, is je dobre? Spreek je het Ja? Little bit English. English. We zien het Farah. Ik ben ook hier. Personal advice, Führerschein. En met een vader. Versicherung. Ik moet er komen met. Wat? Oké. Ik moet weg. Wat hè? Moet jij mee? Nee, je moet volgen. Following? Oh, je moet komen? Nee. Oké.
Ja, je autorijbewijs en alles. Volgens mij gewoon algemene controle. Ik weet niet zo goed wat er nu gebeurt, maar ik word nu apart genomen. Ze zijn heel streng. Ze willen zijn rijbewijs, zijn dingen. Dus ik vraag van, wil je die van mij ook? En dan zeggen ze, nee, nog niet. Oké. Koen loopt nu mee naar achter. Ik weet nu niet wat er nu gebeurt. Maar echt uit het niets. Het bleek niet helemaal uit het niets te zijn. Kennen we nog de video herinneren van de jager die ons tegen had gehouden dat we daar geen vuurwerk mochten afsteken? Hij had ons kenteken doorgegeven aan de politie en de politie is op zoek gegaan naar ons en heeft ons dus uiteindelijk gevonden. Toen we hem dus tegenkwamen kwam hij meteen achter ons aan en heeft hij ons stopgezet en heeft hij ons uitgelegd dat het niet helemaal de bedoeling was dat wij hier vuurwerk gingen afsteken. Wij hadden gisteravond ook al vuurwerk afgestoken, blijkbaar hebben ze dat gehoord en hebben ze ons nu staande gehouden en ons uitgelegd dat we hier volledig mee moeten gaan stoppen. Dit betekent dus voor ons einde Polen vuurwerkavontuur. Nou, we zijn een wijze les, heb je het een beetje kunnen filmen? Ja, ik heb alles gefilmd. Wat naar dit, joh. Maar hij was heel aardig. Hij was heel aardig. Okay. Wat was er dan? Hij heeft op onze auto getekend. Ja. Ik ruim even dit op, hoor. De boete per persoon, 1000 zlotie. Wij zijn natuurlijk door de jager gepakt. Ja. Dat wisten hun. Hun waren echt op zoek naar ons. Oh, oké. Okay. Tril helemaal, joh. Ja, snap ik. Maar hun zijn echt op zoek naar ons geweest. Ja. En nu zijn ze toevallig ons tegengekomen. Ja. En nu kwam hij ons tegen, hij wou naar de markt toe. Ja. En hij zegt van, het is gewoon overal verboden. Je kan wel naar Duitsland of zoiets raars. Maar hun konden heel slecht Engels. Ja. En hij zei van, big problem, dit, dat. En hij heeft een foto gemaakt van rijwijs en kentekenwijs. Ja. En achterin keek hij even. Maar voor de rest schrijft hij achterop, want hij dacht, wat is dat pyro, weet je wel. Dus ik zei, de eigen aanstekers. Ja. Maar voor de rest schreef je op 1000 zlotie is de boete. Dat is gewoon echt de boete voor het afsteken. Okay. En die jager is dus echt met dat vuurwerk naar hun gegaan. Ah. Dus die heeft het niet teruggebracht of heeft het niet bewaard. Die is gewoon echt naar de politie gegaan. En hij zegt, je mag alleen het einde van het jaar afsteken. Kopen mag het hele jaar door. Alleen het afsteken mag niet. En dat is per persoon 1000 zlotties. Oei, jongens. We hebben een serieuze waarschuwing gehad. En ik denk niet dat het verstandig is om dit nog af te steken. Nee, dat denk ik we zijn niet. Nu echt gematst. Hij heeft mijn DSN-nummer, hij heeft gewoon een foto van alles. Die auto, gelukkig zijn met een nieuwe auto die nog nooit geregistreerd staat hier in Polen. Dat is ook een pluspuntje. Ja. Maar ik denk dat we dit terugbrengen en ons geld gaan innen. Want ik denk inderdaad wat jij ook zei van we zijn nu gematst. En als je dat opfokt en ze komen weer, dan matsen je niet meer. En dan is het serieus wel de sjaak. Ja, we zaten nog een beetje in de discussie. Ik zeg we stoppen, Koen zegt nog eventjes, want het is maar een paar seconden zo'n cake. Ja, ik zie hier staan 48 seconden en deze duurt 45 seconden. Maar ik denk, om het verstandig te kiezen, we hebben ontzettend veel afgestoken deze dagen. We hebben al zoveel ellende gehad. We hebben al best wel wat dingetjes inderdaad hier al meegemaakt. Zoals jullie al waarschijnlijk weten, als jullie ons volgen op het vlogkanaal, volg ons eventjes op Sven en Koen Vlogs. Abonneer eventjes. En als dit een waarschuwing is van de politie, dan is het eigenlijk gewoon best wel simpel. Laten we daarna gaan luisteren. Laten we luisteren naar de politie hier. We hebben nu gezegd, ze hebben ons gewaarschuwd. Ze hebben gezegd, je bent echt de lul als we je nu pakken. Laat het dan niet doen. Helemaal niet in het buitenland. Dat het risico nu te groot is om dit te doen. Het is niet meer net als vroeger Polen. Ik denk echt, de mensen hier in de buurt zijn er klaar mee. Ook al zijn we veel verder nu dan ooit. Bij het begin waren we dom, maar zaten we wel dichtbij. Ja. Maar het is niet meer net als vroeger. Nee. De prijzen zijn er ook niet naar. Het is gewoon niet meer zo. Nou. Zelfs de eigenaar zegt stoppen, niet doorgaan. Ja. Je had de chef te pakken. Ja, dus dit was de chef van het dorp. Ja. Hey jongens, ik heb het geld weer terug. Dit ging helemaal top en hij zou ook gewoon niet verder gaan. Je hebt de chef hier van het dorp. Je bent echt serieus gemat. Niet verder gaan, hier heb je je geld en einde. Ja, einde Polentrip. Polentrip. Gelukkig aan het einde ook, want morgen gaan we al. En niet aan het begin, maar dit was hem. Oké, jongens, en dat was hem weer. Voor ons zit de Polentrip er weer op. Het was mijn aardig avontuurtje. Ja, het was spannend weer dit jaar, hoor. Jongen, nou, ik weet wel dat we hebben echt ons best voor jullie gedaan. We hebben toffe content kunnen afleveren. Ik hoop dat jullie deze video's echt tof vonden. YouTube vindt het allemaal wat minder leuk allemaal. Alleen, we doen het echt voor jullie. En het kost ons een hoop geld. We zullen hier niet heel rijk van gaan worden. Nee. Maar het is wel een fantastische ervaring weer. Ja. Maar weet wel dat wij altijd openstaan voor content voor jullie wat mogelijk is.
Laten we dit jaar een prachtig jaar van gaan maken. Ja. En gewoon lekker het vuurwerk gaan afsteken. Vergeet ook niet nog even te abonneren, dat jongens. Want we gaan echt wel lekker. Ja, op naar die 400k. En voor het vlogkanaal de 100k. 100k. Ik weet, het was een beetje raar met die vlogs. Ja, en alles we willen het eerst vlogkanaal of kanaal, ja. Het was allemaal moeilijk met YouTube, jongens. Echt, als jullie wisten wat er allemaal achter de schermen gebeurde. Het is een drama. Maar het is ons gelukt. We hebben het einde gehaald. Mensen, bedankt voor het kijken. En voorzichtig, hè, met vuurwerk. Later.